kom steenbok bij jouw kaart leggen. De eerste kaart die we erbij gaan nemen is een kaart uit de set Boodschappen van de Dieren. En we gaan eens kijken wat dat die eerste boodschap is voor jou. En dat is de kaart van de Nachtegaal. Liefde is overal. Ja, deze kaart die vraagt eigenlijk om jou open te stellen. Om de liefde die er overal is, om die ook te zien. Ja, soms kan het zijn dat we zo overdonderd zijn door iets dat we hebben meegemaakt. Dat we helemaal in die angst zitten. En dat we alleen nog maar draken en wolven en vleermuizen zien, weet ik veel. Maar er is ook liefde. Die is er zeker en vast, om te beginnen binnen in jezelf. Dat is de eerste plaats waar je liefde kan vinden. Jij die goed voor jezelf zorgt. Jij die ervoor zorgt dat jij op tijd en stond eten hebt. Op tijd en stond drinken hebt. Dat je kleren aan hebt. Dat je gewassen bent. Dat je proper bent. Dat zijn ook al tekenen van zelfliefde. En dat zijn zelfs basisbehoeftes. Dus dat zijn heel belangrijke dingen. Maar je kan daar ook verder in gaan. Bijvoorbeeld tijd maken voor een hobby die jij graag doet. Dat is ook zelfliefde. En anderzijds ook de liefde van andere mensen naar jou toe. Die is er ook. Maar je moet die willen zien. Enerzijds en dan anderzijds daar ook voor openstaan, zodat je die liefde, dat je die kan aanvaarden, dat je die kan omarmen, hè, dat je die kan aannemen. En ja, dan kan je je ook letterlijk verwarmen, opwarmen in die liefde en ontdooien. Hè. Mocht dat nodig zijn, dan kan die liefde die rondom jou is, dan kan die jou ontdooien, zodat je ook terug de positieve, vrolijke dingen kan zien. Als tweede kaart gaan we er een chakrakaart bij nemen. En eens kijken wat die daar kan aan aanvullen of uitbreiden. En dat is de kaart van seksualiteit. Hier is het mooi dat dat aansluit bij die liefde die je kan delen. Hè. Ik denk dat seksualiteit dat de meest intieme vorm is van het delen van liefde. Het is ook elkaars lichaam graag zien, genieten van elkaars lichaam. Ja, en daarvoor openstaan dat dat ook gebeurt, hè, voor die strelingen die er dan bij betrokken zijn. En dan gaan we er een volgende kaart bij nemen. Dat is een kaart van de fluisteringen van de natuur. En de kaart van de fluistering van de natuur, die geeft het volgende met jou mee. Oneindige zegeningen. Ja, dat is ook wanneer jij je openstelt voor de liefde die rondom jou aanwezig is. Dan zijn er overal zegeningen die jij kan in ontvangst nemen. Dat heeft ook heel veel te maken met dankbaarheid. Wanneer dat jij dankbaar bent voor de dingen die in jouw leven aanwezig zijn, die liefde. Als je daar dankbaar bent, je toont dat ook aan andere mensen. Je laat dat ook aan andere mensen weten, dat je heel dankbaar bent. Dat jij die liefde van die andere mensen mag ontvangen. Dan ga jij nog meer tekenen van liefde gaan zien, omdat je daar je voor open stelt. En ja, dan is het hier ook weer je moet het willen zien dan. Hè. Als je het dan ziet, neem het dan dankbaar in ontvangst en uit dan ook die dankbaarheid daarvoor. Want dat is dan weer die vicieuze cirkel dat weer verder doet evolueren. Hè. Doordat jij dankbaar bent voor de liefde die jij ontvangt, En dat ook uitdrukt aan andere mensen, dat jij die mensen heel graag rondom jou hebt, dat je die mensen weet te appreciëren. En door die dankbaarheid uit te spreken, gaat het universum jou met nog extra liefde eigenlijk op jouw pad gaan... ja, ik ging zeggen overrompelen. Maar ja, misschien wel, hè, overrompelen. Maar sowieso, het is oneindig. Hè, dus misschien is overrompelen geen verkeerd woord. Zo, dit was jouw lezing. Ik wens je nog een prettige dag.